naar school. En dan? Ik ga leren. Lezen. En ik ga leren. Schrijven. Schrijven. Het voordeel van naar de lagere school gaan nu is dat je het heel geleidelijk kan doen. Dus we hebben heel erg naar het... Naar Amber geluisterd ook, gekeken van hoe ze zich, hoe ze is, hoe ze, of ze erg moe is of niet. We zijn begonnen met 4 ochtenden en we zijn dat langzaam aan het uitbouwen. Ze geeft zelf aan van nou, ik wil ook vanmiddag naar school. Nou, dan mag ze dat en dat gaat heel erg goed. Ze gaat met heel veel plezier naar school en we hebben eigenlijk niet zoveel van de overgang gemerkt. Het is niet moeilijk geweest in ieder geval. Ze is heel vrolijk. Ik merk dat ze zelfvertrouwen heeft. Ja, ze durft veel meer. Ze zit goed in de vel, om het zo maar algemeen te zeggen. In principe gaat het zo dat wij het liefst ouders ontvangen op een ochtend. Als de school een regulier bedrijf is. Zodat de ouders de school kunnen zien zonder dat die opgedirkt is. En ja, gewoon zoals de schooldag normaal gaat. Hoe de mensen met elkaar omgaan, wat ik de kracht van onze school vind, dat zie je als je rondloopt. Je moet de school, moet je voelen. En ja, ik zeg ook wel eens tegen ouders, ga alsjeblieft naar meerdere scholen kijken. En doe wat je gevoel je zegt. Je gaat immers je kind naar de school doen waar je de komende 8 jaar naartoe gaat. Ja, nou, de eerste keer mogen ouders altijd mee met bij ons. Dan kunnen ze er in de kring bij blijven. Zodat de ouders ook kunnen zien bij wie de kinderen in de klas komen. En hoe de lessen gaan. Hoe dat eigenlijk op school werkt. Met bijvoorbeeld het kiezen. Dat alle kinderen een plaatje hebben. En dat ze een hoek kunnen kiezen. Heel vaak is het voor ouders heel ontastbaar om te denken. Een kind gaat naar school, maar wat doen ze dan eigenlijk? En het fijnst is, denk ik, om hetzelfde te ervaren wat je kind in de klas doet. En om te zien dat het allemaal goed gaat en hoe gezellig het is. En dat we liedjes zingen en verhalen vertellen. En dan proeven de ouders eigenlijk het beste de sfeer, hoe het hier op school is. Eigenlijk stromen ze naadloos in. Een enkele keer heb je er wel eens een huilend kind of een huilende ouder. Want ja, als jouw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat ook soms best wel een emotioneel moment. Voor een goede ontwikkeling van kinderen op de basisschool is het van groot belang dat we elk kind goed leren kennen. Daarom hebben we niet alleen een uitgebreid gesprek met de ouders of verzorgers, maar als u daar toestemming voor geeft, ook met de leidsters van de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Op die manier kunnen we uw kind nog beter begeleiden. Als kinderen bij mij in de klas komen en ze zijn nieuw, dan bij alles wat ze doen hou je ze in de gaten. Gaat het goed? Naar de wc gaan, even mee, kijken of het goed gaat. En met het spelen voelen ze zich fijn, zijn ze bezig. Hebben ze aansluiting met vriendjes en vriendinnetjes. Want als je je veilig voelt, dan durf je je ook te ontwikkelen en durf je jezelf ook te geven. En ja, dan groeien kinderen van. Wat je bij de kinderen hebt die net vanaf de peuterspeelzaal komt, is dat, dat het belangrijk is dat je de kinderen laat zien van dat het hier leuk is op school. En dat je plezier hebt met elkaar en dat je dingen durft te doen en dingen durft te zeggen. En dat vind ik zelf altijd een uitdaging om kinderen, als je op school komt is alles heel spannend en er zijn grote kinderen. Maar dat je op een gegeven moment toch in je eentje voor de klas staat of met z'n tweeën en een gedichtje durft te zeggen of te dansen. Dat je, nou ja, dat kinderen gaan stralen. Het allerbelangrijkste vind ik dat wij een school zijn die ik rustig een hele veilige school kan noemen. En veilig komt voor een deel door de kanjetraining, maar ook vooral hoe de mensen betrokken zijn op het werk. Hoe ze naar de kinderen kijken, hoe ze heel ver gaan in het begeleiden van de kinderen. Ik zeg soms wel eens tegen ouders, kom niet aan mijn kinderen. En dan bedoel ik de kinderen die hier op school rondlopen. Heel veel ouders vinden als ze hier rondlopen, of omdat ze hier zelf vroeger als leerling gelopen hebben. Of als ze die bijzondere oude gangen zien, van, oh, dit is echt zo'n school zoals mensen dat herinneren van vroeger. Waarbij ik ook wel eens met een jaloers oog kijk naar de mogelijkheden die moderne scholen hebben. Ook vaak in de flexibele ruimtes en in gemeenschapsruimtes. Er zijn vaak hele interessante mogelijkheden die wij hier niet kunnen creëren. Maar zo'n oud gebouw heeft heel veel sfeer. Het is een heerlijk gebouw om in te werken. Het is heel sfeervol. We zijn met alle kleuters hier op de onderste verdieping. Dus je stapt ook gauw even bij elkaar naar binnen. En kinderen zien elkaar ook. Toen ik zelf klein was, zat ik hier ook op school. Dus dat is... Ja, en het is natuurlijk nu veel moderner. Met televisies die allemaal aan te raken zijn. En iPads, dat hadden we vroeger allemaal niet. Maar de sfeer is nog minstens even goed.
hebben een vast team van overblijfmoeders, zeg maar moeders, die maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag hier komen overblijven met de kinderen. Maken veel kinderen gebruik van hun overblijf en eigenlijk gaat dat prima. Bij Amber werkt het wel zo dat als je er heel veel aandacht aan gaat besteden, dan wil ze op een gegeven moment niet meer. Dus we hebben dat gewoon heel rustig gedaan en ook niet echt heel de nadruk van nou, nu ga je naar school, maar nou, we gaan eens even kijken op school. Ja, misschien is het wel leuk en nou ja, op het moment dat ze dan is, dan ervaart ze dat ook zelf. En dan weet ze ook van, oh, school, dat is leuk, dus dan is het ook leuk voor haar. En dan hoeven we het niet eens meer te zeggen.